Hallo, ik ben Raymond. Vandaag gaan we dit oude meubeltje een tweede kans geven. Wat je heel vaak ziet op dit moment is dat mensen oude meubeltjes opknappen met krijtverf. En krijtverf heeft als voordeel, en wat ook heel mooi is, is dat het een hele matte uitstraling heeft. Alleen er kleeft ook een nadeel aan, is dat het superkras en slijtgevoelig is. En wij hebben van Hermanix een meubellak gemaakt in het Quick Dry concept in 14 krijtmatte kleuren. Die wel kras- en slijtvast is. Super makkelijk verwerkbaar en snel droog. Zoals je hier ziet, 14 krijtmatte kleuren. Ook in zijdeglans verkrijgbaar. Wij hebben vandaag gekozen voor de zilvergrijze in een krijtmatte uitstraling, omdat die heel goed bij ons interieur past. Alvorens we gaan schilderen, pakken we een universele ontvetter. Daarmee ontvetten we het kastje, wat je overigens moet doen bij elke verfklus. Daarna gaan we schuren. Stof vrijmaken en dan zetten we hem in de meubellak. We pakken daarvoor een acrylkwast die de verf sneller verdeelt, omdat de verf natuurlijk heel snel droog is. Nou, we hebben even een uurtje pauze gehad, kopje koffie gedronken, boterhammen gegeten. Je ziet, het kastje is al toe aan zijn tweede laag, de verf is al droog. Het geeft ook al een hele mooie krijtmatte uitstraling. En we gaan nu verder met de tweede laag schilderen. Het voordeel erbij is dat je de klus gewoon binnen kan doen omdat de verf niet stinkt.